Zo, op Oase. Ik ben op Oase begonnen. Ik deed meerdere sporten. Ik denk zoals de meeste kinderen in Suriname. Voetballen, zwemmen, tennissen. En op een gegeven moment is mijn interesse gegaan naar volleybal. En een beetje basketbal. En op een gegeven moment had ik al snel door hoor, dat basketbal mijn grote liefde was. Dus ik speelde bij de minis en de mini-aspiranten. Oase, we hebben competitie gespeeld. Maar ik was eigenlijk de meest fanatieke van die hele groep. En ik heb toen, mijn vader me toen nog gevraagd, als je serieus bent, moet je naar een echte basketbalvereniging gaan. En hij was toen heel goed bevriend op de heer Erik Vong. Hij was eigenlijk meneer De Schakel toen. En die wou me graag daar hebben. Hij zegt, kom hier bij ons spelen. Dus zo ben ik eigenlijk beland bij De Schakel. Het zou eigenlijk De Schakel of Yellow Birds worden, want we wonen daar in de buurt. Dus, maar ik ben naar De Schakel gegaan en ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Oké, okay, we gaan straks uitgebreid praten over je schakelperiode, ja. Maar vertel me een beetje over wat je gedaan hebt buiten Suriname. Ja, oké, okay, ik ben toen in 1988, ben ik eigenlijk op eigen houtje, niet via de basketbalbond, naar Amerika verhuisd. Het had ook een beetje te maken met de situatie in het land hier, met de scholen en de stakingen. En mijn ouders hadden denk ik de beslissing genomen dat het beter was voor mij om weg te gaan. En ben in Amerika gekomen en heb toen eigenlijk een beetje alles zelf gedaan. Ik heb high school gespeeld een jaar en daarna heb ik een scholarship gehad en toen heb ik nog college gespeeld. En dat waren hele mooie ervaringen voor mij. En in principe eigenlijk een jongensdroom om dat te kunnen doen. Je hebt ook in Nederland gespeeld, vertel me over die periode. Daarna ben ik in Nederland beland. Ik heb een jaartje promotiedivisie gespeeld. Dat is onder de eredivisie en ik heb een jaartje eredivisie gespeeld. En ook dat was een hele mooie ervaring. Je moet je voorstellen, als je begint te sporten, heb je ergens ook een droom. Kan ik ooit betaald worden daarvoor? En wanneer die droom dan werkelijkheid wordt, dan sta je eigenlijk stil de eerste keer dat je ontvangt. En denk je van oké, nu is het echt. Maar dat was een hele mooie ervaring ook. En in Nederland spelen, een heleboel vrienden daar. En weet je reist daar ook Nederland rond. Dat was voor mij ook echt een hele, hele leuke en mooie ervaring. We kregen een beslissende game 5 nadat de ploegen van De Schakel en CLD gelijk stonden. 2-2 was er een beslissende game 5 en deze partij werd sowieso afgewerkt in de Anthony Nesty Sporthal. En we gaan nu even naar dat moment. Ja, wat mooi hoor. Wat een mooie periode. Je moet je voorstellen, het leefde zo verschrikkelijk in Suriname. Dat was het enige waar men over had. Radio, televisie, je had geen social media toen, echt. Je had geen YouTube, je had niets. Dat me echt, dus het was op de radio en iedereen sprak erover. Het was echt heel leuk. Ik ga niet voor je jokken, ik liep rond met zo'n groot hoofd. Want overal waar je kwam, het enige waar men het over had was basket, basket, basket. En je leefde naartoe. We zaten in een game 5, beslissende game. Je weet van tevoren dat Nes uitverkocht gaat zijn. Dus 3500 man, 3500 man zouden er zijn. Ja, hoe prachtig. Het is eigenlijk, je werkte niet die dag, je werkte wel, maar je hoofd is met basket. En, dus het was gewoon een prachtige, een mooie periode en een periode die ik nooit meer zal vergeten. Ja, Diego geeft aan hoe het was naar die avond toe, die bewuste avond, die game 5. Je zit aan het werk, het is moeilijk om te focussen, want je hoofd is alleen bij die game, die beslissende game. En we lieten Diego zeker zien hoe dat zich afwerkte in NIS. Oké. De Schakel werd de nieuwe hoofdklasse basketbalkampioen van Suriname. Ze hadden alle 5 playoff-wedstrijden nodig in de finale om CLD eronder te krijgen. De Schakel had zich aan het begin van het seizoen danig versterkt door Wayne de Leon, Vasco Tonk, Diego Chenassen en Vincent Bola erbij te halen. Dat heeft ze geen windeieren gelegd, want tezamen met vooral Paul Aida, die uitgroeide tot de beste man van het afgelopen seizoen, werden ze de nieuwe basketbalkampioen van Suriname. Game 5 was een zinderende wedstrijd waarbij ZLD tot de 18e minuut in de tweede helft nog voorstond. Maar tactisch gedurfd spel van vooral Mike Uiterlo heeft ervoor gezorgd dat De Schakel op voorsprong kwam en de wedstrijd won. De eindstand van deze beslissende Game 5 was 89-78 voor de ploeg van de Vanetzigastraat. Na jaren staat De Schakel weer op de hoogste tree van de basketballadder. Robert.
Ja, geweldig. Deze beelden wil ik hebben trouwens. Hè. tuurlijk. Nee, dat is... ja, dat is mooi. Ja, het is... Moet je voorstellen, ik was nog nooit kampioen geworden. Vasco was dat volgens mij wel met CLD, ik weet ook niet. Wayne niet, Vincent volgens mij ook een keer. En de jonge groep bij ons ook niet. En na al die jaren, het dominante van SCVU eigenlijk, was het eigenlijk de beurt aan de Schakel. Om na lang weer kampioen, volgens mij is de Schakel toen voor het laatst in 92, oh nee, ze waren in 92 wel kampioen. Dat kan ik me nog herinneren, maar dat is gewoon prachtig. En dat is eigenlijk hoe je het ook draait of keert. Je speelt in Amerika, je speelt in Nederland, maar om kampioen te worden in Engeland is nog steeds het mooiste. Ik zie die beelden en het was op een gegeven moment, CLD stond eigenlijk wel voor, maar op het laatst hebben wij, ik denk dat ervaring een beetje een rol is gaan spelen. En heeft die 3-pointer die ik zag een beetje gewacht, want het was eigenlijk een fast break situatie. Maar Mike kon heel goed schieten hoor. En Mike was ook onze oudste speler. Een beetje gedurfd. En ik kan me herinneren, hij heeft ook nog 2 vrijworpen gekregen, want hij was ook een heel goede vrijworpschutter. We boos die bal in zijn handen gezet, zodat zij hem konden, een foto op hem konden maken. Maar voor de rest gewoon prachtig. Ik denk dat op het laatste, heeft onze ervaring heeft een beetje geholpen, denk ik. Dit verhaal, een aantal mensen kennen dit verhaal. Het was voor mij het was een topavond. Je wordt kampioen, maar het was ook eigenlijk een minder leuk moment die avond voor mij. Want het is dezelfde avond dat mijn oom, ex-president Henk Jensen, is overleden. De dag dat ik kampioen word die avond, we zaten bij de Schakel nog met z'n allen toen. Nee, sorry, we waren nog in de sporthal voor de prijsuitreiking. En ik kreeg dat moment te horen dat hij is heen gegaan aan een hartaanval. Dus het is eigenlijk, je hebt een hoogtepunt en dan ineens voel je een beetje minder. Maar ja, oké, je weet niet hoe je er om mee moet gaan. Maar het was een hoogtepunt en een dieptepunt tegelijkertijd. Maar ja, die avond was als je mij vraagt, basketbalwise voor mij toch de mooiste avond. By far. Wat? En dan laten we het toch daar eventjes over, want een hoogtepunt en een dieptepunt tegelijkertijd. Kijk, mensen die belangrijk zijn in je leven, die laten toch wel ook in je sportcarrière, ja, laten ze een print. Ja. Heeft hij dat ook gedaan bij jou? Zo ja, wat voor print? Ja, eigenlijk, je weet, hij was ook een van de beste basketballers van Suriname in zijn tijd. Hij is naar de Olympische Spelen gegaan met Suriname. Het was die periode toen Suriname nog naar de Olympische Spelen is gegaan met basket. En mijn hele basketbalcarrière eigenlijk, als we de kans hadden om erover te praten, spraken we alleen over basket. Want hij was ook president, dus hij had natuurlijk een heel druk leven. Op een gegeven moment is hij teruggekomen. En had hij, weet je, elke keer als we zaten, spraken we alleen over basket. En dan wou hij weten alles en ik wou van hem weten. Dus het was grappig, want van de familie was hij de enige die echt... Kijk, mijn vader heeft ook gespeeld, niet zo intensief als hem. Dus het was altijd wel leuk om met hem te babbelen erover. En dan eigenlijk is dat het moment dat je ook hem denkt van, hey, morgen ga ik om Henk bellen om te vertellen. Of heeft het ook gezien, maar heeft het dus niet gezien die avond. Maar dat zijn de momenten in het leven, maar het blijft een prachtige avond voor mij. Tot slot, wat wil je me vertellen over dat dansje? Ja, dat was ik eerlijk gezegd vergeten, totdat ik het zag. Het was allemaal instinct. Hè. Je moet je voorstellen, alle emoties die op dat moment losbreken. Het was geweldig. Hij had een band, volgens mij was de Schakel ook nog een band in die hal. Een soort brassbandje. Dus alles begint te spelen door elkaar daar. Het was, de emoties komen los. Eindelijk, het is, je hebt hard gevochten. We hebben intern bij de Schakel, we hebben ook wel gevochten. Dus niet gevochten, maar met de jongeren. Om een team te vormen, kreeg je struggelingen. Je moet het vertrouwen winnen. Je weet goed gaan met teamsport. En om het dan met elkaar te vieren, dat was gewoon geweldig. Prachtig. Geweldig. Prachtig. Prachtige beelden. Ik raak er een beetje sprakeloos van. Hij zei me nog zelf na dat interview van... Hij keek die beelden nu na, heb ik het over Diego. En zelfs nu krijgt hij nog kippenvel. Fantastisch. Ook veel geleerd. Ik wist nooit dat Suriname naar de Olympische Spelen is gegaan met basket. Dus we hebben er in elk geval van genoten om dit item te maken. Dus hele leuke throwback Thursday. Je weet het, iedere donderdag op ATV dit soort items. Dus volgende week, dezelfde tijd, dezelfde plek, kunt u weer zo'n mooi item.